Hey Saar. Hey Saar. We hebben, ja, dit kan je wel echt knutselen noemen, toch? Oh, we hebben lekker geknutseld. Ja, dit is wel echt knutselen. Jij was gisteren al begonnen, hè? Ja, Valentijn. Op zich niet echt iets wat ik vier. Maar ik dacht, daar kan je zoveel leuke dingen aan hangen. Met hartjes en, nou ja, I love you. En lieve kaartjes. En zoveel variatie. Ik heb me gewoon even laten inspireren door Valentijn. Je hebt een beetje laten gaan eigenlijk. Ik vond het leuk. Verschillende dingen die we hebben gedaan. Onder andere, nou ja, jij bent ook aan de slag gegaan. Ik ben net ook aan de slag gegaan. Ja. Gisteren ben ik begonnen met kaarten. En dat zijn gewoon witte kaarten van de Libra. Heel handig. En met markers van de HEMA in verschillende rolstinten. Met glitters, met een vingerafdruk. Hartjes getekend en die met een fineliner eigenlijk omtekend. Ballonnetjes ervan gemaakt. Dit is natuurlijk ook superleuk om met kids te doen. Ja, want weet je, als je vingerafdrukjes maakt of handafdrukken kunt vinden, opa's, oma's smelten daarvan. Juffen. Dus zie even voor je dat je dan die kleine vingertjes allemaal hartjes gaat maken. Nou, dat is echt super makkelijk. Cute. En hartstikke dan heb je een hele leuke kaart. Met verf hartjes gemaakt. Verschillende tinten, roze en rood. Jij hebt hier speciale verf voor gebruikt, toch? Ja, ik heb hier textielverf voor gebruikt. Vloeibare textielverf. Die niet op donkere ondergronden kan. Dus alleen maar op wit. Ja. Ik heb hem ook net met aquarel gedaan. Dus op aquarelpapier. En dan verschillende roze hartjes. Nou, je kind heeft vast nog wel ergens een waterverfpalet. Precies. Kan je natuurlijk ook gewoon gebruiken. Met tape. Tape eroverheen, hartjes geschilderd en daarna de tekst ertussen geschreven. Handletteren is nog wel iets wat op mijn wishlist staat. Ja, we hadden even dat naar hier moeten hebben, denk ik. You can't have it all. Maar. En vanmorgen heb ik met Mike gemarmerd. Hebben een hele leuke video van staan. Maar ook daarmee kan je natuurlijk hele leuke hartjes maken. Met goud omcirkeld. Deze, die ging eigenlijk, paste die niet. Maar goed, van de nood een deugd gemaakt. En de letters erbij geplakt van de HEMA, I love you, to the moon and back. Ziet er natuurlijk superleuk uit en een mooie bijpassende envelop. Dus dan kan je echt een Valentijnskaartje sturen. Leuk. Hartje uitgespaard met het marmeren, dus dat is ook heel erg leuk om te doen. Marmeren is sowieso echt heel handig. We hebben daar dus een aparte video over opgenomen om daar even naar te kijken hoe je dat dus doet. Hoe je dat precies doet. En je kan dus met marmeren, kan je in de druppels met een satéprikkertje of een tandenstokertje, kan je dus heel makkelijk die hartjes trekken. Je drukt hem af op papier en dan heb je dus echt een hele leuke kaart of andere decoratie. Ja. Filten heb ik ook nog gedaan. Natuurlijk hebben we even gefilterd. Uiteraard. Hartjes gefilterd. In een koeksteker. Ja, met die handige koeksteker. Heel leuk, en, want deze heeft twee verschillende formaatjes. Dus dan zou je verschillende formaten hartjes kunnen doen. En wat natuurlijk wel grappig is, als je er meerdere hebt in verschillende kleurtjes, dat je daar een soort slingertje van maakt. We hebben een filpakketje online staan met allemaal tinten roze, rood, ivory en ook groen. Want we hebben ook deze super schattige bloemroos gefilt. De sprikfilten en ijzerdraad ontwikkeld met corsage. Met lontwol. Wel een beetje een lijmpistool gebruik gemaakt van een lijmpistool. Ja. Maar het is wel gewoon makkelijk en leuk om te doen. Echt, dus het is best wel snel klaar. Dat is echt heel leuk. Ja, dat was niet lastig. Nee. Deze vond ik ook heel leuk. Met houten kralen en dan met ijzerdraad ontwikkeld. En dan die kralen eraan rijgen. Dit kan je ook doen met je kinderen. Ja. Die vinden dat natuurlijk superleuk. Superleuk. Hang er een zijde draadje aan. Ja, mooi lint. Mooi lint. Vind ik altijd leuk, zijde. Ja. Maar ook als je een cadeautje hebt. Je wil het even net even leuker opfleuren. Dat kun je deze natuurlijk ook gewoon aanhangen. Of aan een bos bloemen. Super schattig om te doen. En jij hebt... Geborduurd. Ik heb borduren voor dummies en borduren voor iets gevorderd. Minder dummies. Dus stel, het is ochtend. Mm-hmm. Je denkt, die leidsters. Oh mijn god, oma die oppast. Ik moet even snel een kaart hebben. Je hebt nog zo'n mooie... Wat is het voor... Kraftkaart. En je hebt een beetje draad. Je tekent 3 keer een kruisje. Naald er doorheen.
Met draadje. Zo klaar. Deze was echt in 1 minuutje done. Dus dat is heel erg lekker. Heb je iets meer tijd, zit je lekker knus op de bank, dan kun je alvast deze maken. Ik heb met de koeksteker een hartvorm getekend, want ik weet niet hoe jullie zijn met hartjes tekenen. Moeilijk. Ja, dat is toch altijd moeilijker dan je denkt. En vervolgens van buiten naar binnen geborduurd. Geborduurd. Ja, die vind ik echt heel leuk. Deze, wordt aan het einde wordt hij een beetje vol, dus dan krijg je hem wat moeilijker doorheen. Dus mijn tip is wel het middelste, even een perforator erop. Oh ja, want je borduurt steeds vanuit het midden naar de zijkant. Ja. Dus je moet heel vaak die draad doorheen halen. Okay. Ja. Hij is leuk als je een beetje ruimte tussen laat. Hij is ook leuk als je hem heel strak op elkaar doet. Maar ja, dan heb je dus wel echt veel goed nodig. Ja, precies. Perforator is een goede tip. Als je met meerdere kleurtjes doet, dat je zo'n ombre effect doet. Die heb ik thuis op liggen. Deze, hier heb ik 2 verschillende steken gebruikt. Dit is gewoon een running stitch, volgens mij. En open en neer. Hop, open neer. En dit is een chain stitch. Okay, dus het is een soort ketting. Ah, wat we kennen van onder andere breien. Ja. Maak je ook een ketting? Ja, dan maak je ook 1 leuke ketting. Haken ook 1 grote lange ketting. Dat doe je hier dus ook weer borduren. Geeft maar je borduurt wel gelijk die kaart mee. Je plakt het er niet op of nee, zo. Nee, klopt. Okay. Het is echt gewoon geborduurd. Okay. Aan de achterkant, deze duurde iets langer. Ja, hoe lang was ik hier mee bezig? Kwartiertje. Nee, ik denk wel 30 minuten. 30 minuten. Maar in de video gaat het super snel. Super snel. Half uurtje. Nou ja, ik vind het heel leuk. Wij zijn natuurlijk weer iets te laat begonnen. Ja. Maar ik moet zeggen, in een ochtendje kan je echt een paar hele leuke Valentijnskaarten maken. Of als iemand getrouwd is, of verloofd is, of waar je ook moederdag, maar een hartje voor nodig hebt. Moederdag, eigenlijk inderdaad. Zijn we ruim op tijd begonnen voor moederdag. Daar komt het weer. Daar komt het eigenlijk op. We zijn ruim op tijd voor moederdag. Dus je kan gewoon met verf aan de slag, met tape aan de slag. Een goudstift en een zilverstift is altijd handig om in huis te hebben. Lettertjes plakken als je denkt, nou, mijn handschrift is niet super netjes. Dan is dit een hele leuke, makkelijke oplossing. Kortom, heel veel inspiratie voor liefdevolle kaartjes. Ja, en ik ben alvast begonnen aan een lekker chocolaatje. Lekker, kan niet ontbreken, jongens. Nou, ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. En we plakken even de video's hier achteraan, waarin je alles gewoon voorbij ziet komen. En dan kun je lekker inspiratie opdoen om zelf creatief bezig te zijn. Leuk. Top. Fijne Valentijn. Fijne Valentijn. Doei.